Breda Nu. Je weet het meteen. In de bibliotheek in de Nieuwe Veste is een voorleesmiddag gehouden om het belang van voorlezen bij te brengen. Wat is volgens u het belang van voorlezen? Mensen denken voorlezen is leuk. Maar wat niet iedereen weet, dat voorlezen superbelangrijk is voor je taalontwikkeling. Want voorlezen helpt ook letterlijk het aantal woorden wat je kent te ontwikkelen. En het onderzoek blijkt dat als je veel woorden kent tot je beschikking hebt, dat je ook gewoon goed kan praten en je uitdrukken in je taal. Dat is heel belangrijk, want de kinderen die lezen, die krijgen een betere woordenschat, betere zinsopbouw. En dat is in hun dagelijks leven en op school natuurlijk heel belangrijk. Je merkt ook de verschillen. Kinderen die bijna niet lezen, die hebben daar wat meer moeite mee. Dus wij zeggen, je moet beginnen bij het begin. Dus je moet eigenlijk baby's al voorlezen. En dat doen we ook. Dat doen ook natuurlijk vooral ouders. En dat stimuleren we bijvoorbeeld met deze voorleesmiddag. En wat voor reactie krijgt u van de kinderen en van hun ouders? Ja, ze vinden het eigenlijk allemaal heel leuk. Dat zag u er net, ouders gaan klappen en de kinderen zitten toch goed te luisteren. Als het verhaal een beetje aanspreekt, daar probeer ik ook mijn best voor te doen. Om die boeken uit te zoeken. Tussen vierjarigen, zo rond 4 jaar zoek ik de boeken uit. En het verhaal moet natuurlijk aanspreken en dat is heel belangrijk. Hoe merkt u het belang van lezen terug bij de bezoekers van de bibliotheek? Nou, wij merken dat er steeds meer mensen aan ons vragen waarom voorlezen belangrijk is. Het heeft ook een beetje te maken met dat, wij merken het bijvoorbeeld op school. Wij doen nu heel veel, werken samen met leerkrachten op scholen om kinderen meer en beter te laten lezen. En heel veel ouders denken van oké, dat gebeurt op school, dan hoef ik het thuis niet meer te doen. Dat is fijn, want ik heb genoeg andere dingen te doen. En wij zeggen dan juist, je moet thuis ook blijven voorlezen. Want voorlezen en lezen is letterlijk kilometers maken om je eigen taal te ontwikkelen. En hier in het pand is natuurlijk ook een cultureel centrum. Wat is jullie relatie daarmee op het gebied van lezen? Nou, een voorbeeld daarvan is dat je kunt als kind je woordenschat uitbreiden door te lezen. Maar stel dat je nou niet zo van lezen houdt, dan kun je dat ook doen. En dat doen we op scholen door bijvoorbeeld met woorden te werken met theater of met filmpjes te maken. En dat lijkt een ingewikkelde manier om een taal te leren, maar het werkt heel goed bij sommige kinderen. Die bijvoorbeeld heel visueel zijn ingesteld. En daarmee werken wij ook samen met onze theaterdocenten of docenten beeldende kunst op scholen met kinderen om eigenlijk hun taal nog beter te leren ontwikkelen dan zonder. Want op welke andere manieren promoten jullie het lezen en het voorlezen? Op talloze manieren. Dus wij doen het hier in de bibliotheek, wij doen het op scholen, wij doen het via de leerkracht op scholen bij ouders. We hebben een uitgebreid programma om eigenlijk mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen, om die weer bij te scholen. We geven taalles aan nieuwkomers, aan vluchtelingen, met hun kinderen. Eigenlijk een enorm scala van activiteiten die allemaal gericht zijn op eigenlijk houden van lezen en houden van je eigen taal. Naast het feit dat het gewoon leuk is om te doen, is het erg belangrijk dat je met je kinderen blijft voorlezen en dat je, als ze kunnen lezen, dat je ze stimuleert om te lezen. Als ze wat ouder worden, dat je ze eigenlijk uitdaagt om te gaan lezen. En daar zijn bibliotheken nog steeds super belangrijk voor. Breda Nu. Je weet het meteen.